weten hoe dat gebeurd is. Ik ben mij opzet in die afgrond gereden. Ik wou dat ik dood was. Erik en ik gaan niet meer. Wij gaan uit elkaar. Hij heeft mij gevraagd om de loft te verlaten. Je moet er dus uit. Geen gezin meer. Maar je kinderen zijn geen kinderen meer. Ja, het zullen wel altijd mijn kinderen blijven, hè? Ja, natuurlijk, maar ze zullen toch binnen de kortste keer het huis verlaten. Ja, ja, dat is waar. Ik wil geen moeder Kloek zijn, maar... Martien, jij moet leren beseffen dat jij een vrouw bent... met ook andere verlangens dan alleen maar moeder zijn... Verlangens die je hebt moeten negeren. Het is precies alsof ik u terug bezig hoor, zoals in het begin. Dan heb je mij ook weten te overhalen. Nee, jij hebt je laten overhalen. Mm. Ja, daar moet je wel met z'n tweeën voor zijn. Ja, ja. Ik heb mezelf ervan overtuigd dat ik eraan moest toegeven. Die verlangens. Zijn ze er nog? Martien, je mag altijd bij mij komen wonen. Kijk, Werner, dat in zo'n situatie, dat je dat niet meer ziet zitten... dat je zoiets doet uit wanhoop, dat kan ik verstaan. Ik? Stop met preken. Ja, dat is geen preek, Werner. Na al wat er gebeurd is met Eva... Eva? Eva was een mislukking. Een van de vele. Mijn leven, hè, is een aaneenschakeling van mislukkingen. Werner... Denk eraan dat je dat misschien alleen nu zo ziet. Er zijn ook nog een aantal andere mensen. Er is Sam, Femke, Rosa, ikzelf. Veronique, hè? Het zijn allemaal mensen die u graag zien. Maar Veronique is de enige familie die ik nog heb. En die is nu bij Mo. En die heeft mij ermee nodig. En vrienden? Mijn vrienden die heb ik mijn hele leven lang ontgoocheld. Ik zou er terug een eind aan maken. Dan is iedereen ervan af. Ook Veronique. Werner, maakt u zelf toch eens niks wijs. Die kan gerust zonder mij. En laat me nu alleen, ik heb pijn. Laat me gerust, kom aan, Bolodaf. Ik heb koppijn en ik wil alleen zijn. En zeg maar tegen de mensen dat ze mij niet moeten komen bezoeken. Oké. Tot later. Ik denk dat ik niet helemaal duidelijk ben geweest. Het gaat mij niet om dat verhuizen of eruit trekken. Nee, natuurlijk niet. Het gaat om ons. Het gaat om onze relatie. Die tot nu toe helemaal geen kans heeft gehad door de omstandigheden. Nee. Maar nu hebben we die kans wel. Wij kunnen gewoon samen een nieuw leven beginnen. Is wat wij hebben sterk genoeg om al die problemen te boven te komen? Martien. Tot nu toe was het dan niet. Weet jij nog... wat je hebt gezegd, elke keer opnieuw toen je in mijn armen lag. Ja, absoluut. En ik wil dat ook niet afdoen als kalverliefde. Ik heb daarvan genoten, echt waar. Ik koester elk moment van passie en van tederheid. Maar? Het is niet genoeg. Niet genoeg om iets blijvends op te bouwen. En dat verwijt ik je ook niet. Wat verwijt je me dan wel? Niks. Was het alleen maar een avontuurtje? Nee, zeker niet. Even van de appel bijten en weg? Nee, dat is het laatste wat ik wil. Ik wil u nog wel zien. Maar anders. Kunnen we niet gewoon vrienden blijven? Ik versta wel dat je kwaad bent en verbitterd... Ik meende wel elk woord. En later, misschien later, als de wonden geheeld zijn. Er moet bij mij zoveel genezen. Hey. En nu gaan we eens klappen, hè.
fatsoenlijk doorklappen. De familie onderin. Ja, ik wil niet liever. De echte familie, ma. Stanny is nu ook echte familie. Hij hoort er ook bij. Voor mij niet. En voor ons Simon ook niet. Wat is het? Kan Simonneke in één keer niet meer voor haar eigen spreken? Of is dat misschien wat je bedoelt met doorklappen? Jij klapt en wij zwijgen. Ja, zeg, als je zo gaat beginnen, nee. Vooruit, Simon. Oh, ja, maak eens, hè. Ik heb er ook nog altijd moeilijk mee om de Stanny... ook al is hem dan misschien mijn natuurlijke vader... Niet misschien, hè. Hij is uw natuurlijke vader. Zwat. Ook al is hem dan mijn natuurlijke vader, om hem ook echt als vader te aanvaarden. En trouwens, hè. Eigenlijk vind ik je rol in heel die kwestie ook heel dubieus. Dubieus? Maar ja, ma. Ze bedoelt dat ze het er moeilijk mee heeft, hè. Maar allee. Amarel, wat is er nu dubieus aan verliefd worden? Zelfs al is dat op een andere man dan uw eigen man. Kan toch iedereen overkomen? Ja, maar het hangt er wel vanaf of dat je ervoor open staat of niet. Ja, maar afijn, als je het nu niet meer kunt tegenhouden, hè? Wat dan? Wat dan, maken? Dan hangt het er vanaf wat je met die verliefdheid doet. Allee. Dat moet jij juist zeggen, hè? Heb jij uw Herman niet laten zitten omdat je verliefd werd op Frank? Ah, je laat u hier dan toch nog zien. Een uurken heb je gezegd. Ja, het heeft wel langer geduurd. Hoe is het met de Werner? Is het erg? Kom dus mee hiernaast. Hoi, is het zo erg? Ik wil die een uitleg maar één keer geven. Kom. Luc, nee, alsjeblieft, trek niet zo'n gezicht. Wij moeten sterk zijn, wij moeten voort. Ja. Dit is... De Werner is niet goed. Fysiek niet. Nee. Geperforeerde long, hersenschudding, gebroken been, kneuzingen, noem maar op. Ja, maar mentaal is hij ook serieus gedukt. God, jongens. Allee, het was een zelfmoordpoging. Het zijn eigen woorden. En het ergste van al is dat hij er geen spijt van heeft. Dus... Hij zou het nog eens kunnen riskeren. Dat zit er dik in. Je waart dus verliefd. Ja. Tot over mijn oren. Maar zo verliefd dat je de Stan liever zag dan onze pa. Maar enfin, ik heb je pa ook graag gezien. Probeer mij nu geen dingen in de mond te leggen die niet waar zijn, hè. Maar ja, met je pa was dat iets anders. Dat was geen romanticus. De Stan wel. Dat is wel een romanticus, of wat? Wel maken, ik heb daar moeilijk mee. Enfin, ja, dat is omdat jij hem niet ziet, gelijk als ik hem zie, hè. Romantiek, dat is voor iedereen iets anders. Goed, maar de Stan, die gaf je dus iets... Ja. Ja, die gaf mij iets. Wat dat uw pa mij niet gaf. Ze hebben u anders allebei een dochter gegeven, hè, ma? Maar allee, gaat het hem nu daarom? Maar Angelique, heb ik Simonneke nooit voorgetrokken op u, hè? En Simonneke, heb ik haar ooit liever gezien dan u? Nee, ma. Nee. Dat is waar. Je hebt nooit een onderscheid gemaakt. Maar afijn, heb ik je alle twee even graag gezien. Hè? En nu nog. Want de Stan en ma, die maakte wel een onderscheid. Toen dat hem jong was, moest hij niet van ons weten. Niet van u en niet van mij. En nu, 40 jaar later, komt hem eens even zien hoe dat met ons gaat. Wel, dat kan er bij mij niet in. Het moet zijn dat hij aan zijn oude dag dacht, hè. En dan zijn er natuurlijk in één keer familie. Van, dat is niet waar. Dat is niet waar, dat lijkt zo, maar dat is niet. Dat is echt niet waar. Maar het is precies daarom dat hij nu na 40 jaar is teruggekomen. Maar hij wil het u allemaal zo graag de kruid leggen. Simonneke, maar dan moet hij wel de kans geven, hè. Dat kan ik niet. Nu niet. Nog niet. Trouwens, ik heb genoeg leugens gehoord. Je hebt altijd maar gezwegen.
Mij had hij maar doen geloven dat de Jules mijn vader was, terwijl je goed genoeg wist wat dat er aan de hand was. Dus ik moet die leugens niet meer horen maken. Ah wel, ah wel. Wat is dat hier allemaal? Kofferklatsch. Ah, dat is schoon, dat. En ik heb mijn nikkel maar afdraaien. Simon, hoe komt dat jij niet op de bureau zijn? Een familiekwestie, Frank. En je hebt je er niet mee te moeien. Och, daarover. En waarom zou ik mijn eigen niet mogen moeien? Familie, die kunt u zelf niet kiezen. Frank, je hebt u niet te moeien, oké? Als dat over de stang gaat, ja, wel. Zeker weten. Nee, Frank, je hebt u niet te moeien. Jij niet en iemand anders ook niet. Dat is mijn beslissing. Ik heb altijd geprobeerd om Werner en Eva terug samen te krijgen. Dat is toch... Femke, alstublieft. Ik heb dat niet goed gedaan, hè. Ik had veel slimmer moeten zijn. Ik had dat totaal anders moeten aanpakken. Er schiet niemand iets mee op nu. Trouwens, wat moet ik dan zeggen? Ik heb de Werner altijd tegengewerkt. Ik heb altijd gezegd dat hem Eva gerust moest laten. Tot nu. Dan, ja. Toen zag ik opeens dat hij het eigenlijk heel goed meende met Eva. Maar ja, toen was het te laat natuurlijk. Roze, alsjeblieft, ga je toch ook niet. Kijk, dat iedereen zich schuldig voelt in zo'n situatie, dat is normaal. Dat is een logische reactie, maar ze is niet terecht. Is er andere wat dat de Sam zegt? Nee, schiet me niks mee op. Als die kleine Nat nu toch maar eens van de Werner was geweest, dat zou zo'n verschil zijn geweest. Rosa, je mocht zo niet denken. Dat... Oh, het is de Mo. Hallo, ja, Mo. Ja, heb je dan niets van Veronique? De Werner heb je nog altijd niet kunnen bereiken. Nee, dat komt... Die ligt in het ziekenhuis. Ja. Nee, een accident met zijn motto. Ja, het is nogal serieus, maar het zou wel in orde komen. Ja, succes kind er nog. Ja. Ja, Mo. Ja, sorry jongens, maar krijg ik het niet gezegd. Ja, maar dat is niks. Die mensen heeft al miserie genoeg. Maar hoe is het nu met Veronique? Nog altijd niet terug. Ah, de oven. De broodjes zijn klaar, maar ik weet niet of dat gaat lukken. Ik zal wel even komen helpen. Dat zullen nu altijd zien. Hè. Als een mens echt honger heeft, dan komen ze te laat met hun broodjes. Waar blijft je nu? Gelukkig heb ik nog altijd mijn noodrantsoen. Jij ook, Marie? Hm? Laat mij een keer raden. Je hebt geen honger en ik ga er u direct bij zeggen waarom niet. Je ziet mijn Michael in uw maag. Ja. Ik zou graag willen weten waar dat hij zit nu. Dat ik hem tenminste zou kunnen bereiken. Dat ik eens iets zou kunnen zeggen of een brief schrijven of wat dan ook. Maar zijn gsm staat af. Allee, hoe moet ik nu aan zijn adres geraken? En dan ga ik dat niet meer vragen, hè, want dan krijg ik weer de volle laag. Misschien moet ik het eens aan Erik vragen. Veel kans dat je daar ook de volle laag krijgt. Ja, tenslotte ziet zijn zoon nu misschien ergens aan de andere kant van de wereld... Omdat jij hem hebt afgewezen. Dat is het hem niet juist. Ik heb hem niet afgewezen. Niet, hè, Leontien. Nee. En afwijzen, dat klinkt ook zo negatief. Precies, of Michael zou niet goed genoeg zijn voor mij. Dat is toch belachelijk. Hij had alleen niet zo moeten pushen om te gaan samenwonen. Rosa, krijg nog eens een pintje. Allee, dan is het toch waar. Waar? Simon de Lotto gewonnen heeft, dat jij eerst middags al pinten kunt komen pakken. Rosa, dat gaat dat allemaal in geuren en kleuren te weten komen als de tijd er rijp voor is. Ah, als de tijd er rijp voor is. Maar ondertussen laat jij mij nog altijd wel ter vakken, jongen. Ik zie die bijna niet meer. Natuurlijk niet. Hij zit in de Kloosterstraat bij een beep. En die heeft last van een lekkende dingen, een lekkende chauffage. Ja, en die Jurevin zit altijd in het buitenland. En hij zit al dagen en dagen de oren van mijn kop te zagen om daar naartoe te mogen gaan. En er is hem nu naartoe? Ja, vandaag is zijn dag. Och, jongen. Waldek, dat is een rots in de branding. Dat is... Die kan tegen een stootje, zo, hè? Ah, hier is hem zijn. Rosa, geef nog eens een pintje. Is Simon al gekalmeerd? Nee, die is compleet over het toeren. Heeft ze niets gezegd dat mij een beetje hoop kan geven? Nee. Ze heeft precies niet vergoesting om daarover te klappen.
En jij kunt daar niet van gedacht laten veranderen. Stan, met alle plezier. Maar hoe? How? That's the question, zeggen ze in Amerika. Zeg, Marie, maar die brief van Michael, wat denkt hij daar dan in te zetten? Allee, als ik dat mag vragen. Dat ik het jammer vind dat hij zo ineens vertrokken is, zonder nog iets te zeggen. En dat ik het echt met hem gemeend heb, echt. Dat ik heel hard mijn best heb gedaan, dat ik alles heb geprobeerd. En dat ik hem heel graag zie, natuurlijk. Maar niet zoals je Alex graag zag. Maar ja, Marie, je zou dat zo niet schrijven, maar hij zal het wel zo interpreteren. Oké, er was een verschil. Dat is nogal logisch. En sinds Alex ben ik ook veel meer dingen beginnen relativeren. En dat je moet leren aanvaren dat je zo maar één keer een hele grote liefde tegenkomt in je leven. En dat je het daarna moet doen met minder grote liefde. Maar enfin, Michael, die wist dat. We hebben het erover gehad met elkaar, ja, maar, die wist dat. Wat jij nu zegt, allee, gelijk je dat zegt, ik denk dat hij dat toch altijd een beetje heeft aangevoeld. Vandaar dat pushen over dat samenwonen. Dat heeft hij wel geforceerd, hoor. Ja, ik denk dat eerder voor hem een soort ultieme test was. Hij wou eindelijk duidelijkheid. Hij is wel vertrokken, hè, Leontine? Ja, hij is vertrokken, ja. Ergens heb ik daar wel bewondering voor. Zo kordaat. Nee, maar de twee pinten. Alsjeblieft. Zeg, die klokjes die komen direct nog even gedeeld, oké? Yvette is ook over haar toeren, hè. Simon moet nog al te keer gegaan zijn. Maar ja, dat is de eerste reactie. Dat is altijd hetzelfde. Ja, maar het was toch erg, hè. Ze werd kwader en kwader. Ja, als Simon een baks kwaad wordt, dan maakt u best zo rap mogelijk uit de voeten. Ja, Yvette heeft er al lang spijt van dat ze alles heeft opgebiecht. Ja. En dan die Angèle. Die doet niks anders dan Simon tegen mij opzetten. Jongen, die Angèle. Oud teder van tussen, alsjeblieft. Of je gauw regelrecht een dieperik in. Je hebt gelijk. Weet je wat jij moet doen? Gewoon om Simon laten zien dat je het meent. En dat je niet van zin zij om het weer eens af te bollen, gelijk als 40 jaar geleden. Dat ga ik niet doen, nee. Zeer zeker niet. Jammer, ik ben blij dat je het hoort. Wat moet ik dan doen? Simon wil niet eens met mij klappen. Allee. Ik hoor wel. Franks Geboma zal het per mogen arrangeren. Frank, ik zal u heel mijn leven dankbaar zijn. Ja, maar de volgende is voor u. Dat denkt gemakkelijker. Allee, school. Hé, hey, Fieke. Mama. Tof dat je er bent. Mama, ik wil het maar over één ding niet hebben. En dat is over Femke. Oké? Okay. Akkoord. En ik ga ook niet proberen om met Sam te gaan praten, want dat heeft totaal geen zin. Hij is oud genoeg en moet zelf maar zien wat hij doet en niet doet. Absoluut. Alle geluk dat we u hebben, hè. Jij bent het enige van ons vieren die niet in de nesten zit. Misschien moeten wij allemaal een voorbeeld aan u nemen. Hoe is het eigenlijk met u en papa? Daar wil ik het niet over hebben. Hij wil mij hier nog altijd buiten. Kaartje van ons Piggy. Zeg, Luc. De Frank die doet de laatste tijd weer zo raar. Weet jij daar iets over? Frank die raar doet? Dat is geen nieuws. Dat is normaal. Ik hoop dat ze Veronique gaat vinden, ja. Dat is een feit. Hoe langer dat duurt, hoe minder kans op goed nieuws. Dat hij allemaal door die moos aan de kop moet schieten nu. Dat is... Rosa, niet te veel aan denken. Ja, maar stel je nu eens voor dat hij terug een aanval van geheugenverlies heeft gekregen. En dat hij is beginnen lopen. En dat hij ergens is en dat hij niet weet waar dat is of wie dat is of waar dat ze naartoe moet.
schat toch. Je ziet eruit of je 3 dagen onder een kameel hebt gelegen. Nee, zo. Waarom was ik er niet voor, Werner? Wat draait nu mijn hoofd? En hoe hij mij echt nodig had, toen was ik er niet. Ik had hem beter moeten opvangen. Rosa, ik heb verder als laatste gesproken. En ik heb gevoel dat ik alles verkeerd heb gedaan. Verkeerd geluisterd en verkeerd heb gepraat. Alles verkeerd. Er is te veel gebeurd. Te veel zaken waar ik nu spijt van heb. Maar ja, gedane zaken nemen geen keer. Het is uitmikt, Arno. Definitief. Ik heb hem gezegd dat mijn gevoelens over zijn. Ja. En maar dan kan het toch terug goed komen tussen u en papa? Hè? Zo gemakkelijk is dat niet, Sophie. De ene buiten en de andere te gewinnen. Nee, je moet een beetje realistisch zijn. Zeg, en hoe zit het nu ginder bij tante Marianne? Ja, Anne, die is licht gezien op Michael, omdat ze nu keihard moet werken en omdat ze nu niet met haar lief mee naar Milaan kan. Hmm. Ja, en voor de rest, tante Marianne die super zenuwachtig rondloopt en de andere moment weer doet alsof dat er niks gebeurd is. Allemaal nogal vermoeiend. Heb je geen zin om te blijven eten? Ik heb eigenlijk al bij tante Marianne afgesproken. Ik zal haar bellen. Ik ben zo blij om u nog eens te zien. En dan zijt je eventjes verlost van dat gedoe, Ginder. Het valt eigenlijk nog wel mee. Ik vind dat niet zo... ik vind dat niet zo erg. Er is nu eenmaal overal gedoe met die volwassenen. Maar ik ben heel blij dat dat is met Arno. Goed, je bent nog wakker. Luister, Simon. Ik ben deze middag in transmissie geweest. En de standie was er ook. En niet om mee apart te rijden. Hij wou eens klappen. Ik ben niet geïnteresseerd, Frank. Simon, alstublieft. Die mens zit danig in de miserie. Eigen schuld, dik en bult. En uw maken ook. Ja, die is helemaal van haar melk. Is dat waar dat je tegen dat mens gezegd hebt dat je er nu meer wilt van weten? Dat ze die event eerst is buitenshot, dat wel, dan zullen we nog eens klappen. En Angèle heeft weer zwaar liggen stoken. Begint weer niet, Frank. Angèle die moest niet stoken. Ik sta van mijn eigen al genoeg in vuur en vlam. Simon Baks, alsjeblieft. Dat is een delicate kwestie. Waar je kalmjes en rustig moet over nadenken. De stem die je meent dat ze, die je meent dat serieus van dat vaderschap. Hij gaat het zelfs officieel laten maken. En dat is een goeie zaak voor ons, zeker weten. Maar het is een kwestie van te krijgen wat je recht op hebt als zij een tijd van gaan gekomen is. Zijn erfenis. Als ze nu denkt dat hij mij gaat kunnen lokken met zijn geld, dan heeft hij verkeerd gedacht. En jij ook, Frank. Nee, Simon. Het gaat niet over dat geld zelf. Dat geld heeft hier een totaal andere betekenis. Oh, maar nu ben ik toch wel curieus, hè? Ja, want dat geld dat is voor de stand een bewijs dat hem nooit of van zijn leven niet meer gaat weggaan. Maar heeft hij nu stoppen in zijn oren, of wat? Ik wil juist dat hem weggaat. Hoe rapper liever. Ja, dat wilde jij. Maar uw maken die is er ook nog. En hoe moet dat mens verder denken? Ons ma zal moeten kiezen of delen. En je vergeet nog iemand. Als jij de stand maar geld uit zijn zakken kunt kloppen, hè Frank, dan zit je content. Juist hetzelfde gelijk als bij Rogéken in de tijd. Nee, Simon, het gaat niet over mijn eigen. Het gaat over onze Frankie.